gaan dus vandaag hier plenair, maar ook in alle workshops beelden delen. Beelden delen over presentie. En daarbij is het uitgaan van aannames in communicatie dodelijk. Er is geen claim van welk beroep ook om wij alleen kunnen dat. Wat wel essentieel is, dat je gelooft in het sociaal model. Dat je gelooft dat het gaat om die relatie. Niet alleen tussen jou en die ander, maar ook tussen die ander en de omgeving. En dat daar heel veel oplossingskracht ligt. En waarschijnlijk vaak veel meer dan in behandeling. Dat is eigenlijk de discussie. Presentie betekent hierdoor dus niet dat je altijd aanwezig moet zijn in het moment. Om ook steeds spontaan en passend bij het moment te reageren. Het betekent eerder nog dat je soms al het aanwezige, het manifeste, tussen haakjes moet zetten om oog en oor te krijgen voor die ongrijpbare, onverklaarbare stemmingen die jou en die de mensen met wie je werkt ten diepste drijven en vervullen. Institutioneel, wat betekent dat voor regels? Wat betekent dat voor het systeem? Dat betekent dat het instituut, de zorgorganisatie of partijen daaromheen zich afvragen, wat kan ik doen, wat kan ik zijn om de mensen om wie het gaat in staat te stellen om dat gesprek zo goed mogelijk te voeren. Op een bepaalde manier verhalen vertellen is ook vaststellen wat er is. Dus niet alleen meten. Ik ben uiteraard zeer geïnteresseerd in het voorstel van Andries om emoties als morele intuïties op te vatten. Maar ik heb daar ook vraagtekens bij, omdat ik zelf eigenlijk in toenemende mate gefascineerd ben door de complexiteit van emoties, de tegenstrijdigheid van emoties. Als wij met z'n allen prachtig zeggen dat wij presentie gaan doen en we blijven het oude gedrag vertonen, dat gaat niet lukken. Mensen doen niet wat u zegt. Mensen doen wat u doet, dat weet u al lang allemaal. De PWIP-wet wil zeggen, practice what you preach. Daarvoor heb ik in de zorgval het begrip doormodderen opnieuw van de kast gehaald. Volgens mij is wat we moeten doen, natuurlijk moeten we organiseren. Natuurlijk moeten we dat verstandig doen, natuurlijk moeten we dat allemaal doen. Maar je moet weten wat je doet, je moet niet in de valkuil trappen dat je denkt, het is eigenlijk transparant, het is eigenlijk controleerbaar, het is eigenlijk planbaar enzovoort. Niet waar. Het is niet waar. En je moet het, terwijl het niet waar is, met grote toewijding en liefde blijven doen. Dat is doormodderen. Dank u, dank u, dank u. Nou, mensen. Kijk, dit ziet er feestelijk uit. Hartelijk dank voor uw aandacht.